Deze plek is voor mij vooral een sociale ontmoetingsplek. Ik heb hier één bak en ik help mee in de gezamenlijke bakken. En we komen hier elke zaterdag bij elkaar, bijna elke zaterdag. En dan zetten we een bakje koffie en nou, hebben we het over van alles. Wat betekent deze plek voor mij? Contact met buurtbewoners. Mijn zoontje leren dat courgettes en aardbeien en sla niet in de supermarkt groeien, maar gewoon aan bomen of in planten. Een relaxplek na een dag werken en gewoon lekker samen zijn met de buurtbewoners. Nou, dit betekent heel veel voor mij. Ik kom hier graag en de mensen vragen ook verschillende dingen, hoe of wat we ze moeten doen. Deze plek voor mij betekent gewoon vooral gezelligheid. Kijk, de tuinieren, daar geef ik echt helemaal niks om. Dat zal mij geen worst wezen. Maar het is gewoon super gaaf. Er zijn gewoon mensen van boven de 70. Die spelen met kindjes van 3 en 2. Spontane barbecues zijn er. De buurt wordt in de gaten gehouden. Met de mannen hebben we bier. Veel bier. En het is gewoon de gezelligheid. Dat is gewoon het leuke. Het sociale aspect ervan. En iedereen kent iedereen. De mensen die houden elkaar in de gaten. En dat zijn gewoon superleuke dingen. Deze plek betekent best veel voor mij. Het is een plek waar de hele buurt elkaar kan ontmoeten. En nou, daar maken ook veel mensen gebruik van. Ja, dit is een droom voor mij. Ik woon hier nog niet zo lang, zoals gezegd. Ik heb een heel klein achtertuintje. Dat is het nadeel als je dicht bij een station woont, wat hier het geval is. Maar ja, met deze extra groene ruimte hier in deze toch wat versteende wijk. Ja, dat is fantastisch als we hier gewoon als de zon schijnt ook kunnen zitten, mensen ontmoeten. En ook nog moestuinieren, ook iets wat ik heel graag doe en nu samen met buurtbewoners kan doen. Ik heb de samenwerking heel goed ervaren, nog steeds. Want ik werk nog steeds samen met Buurtuin Bergbos op verschillende aspecten. Bijvoorbeeld op de publieksdag van de stadslandbouw. En wat mij vooral heel erg aantrekt in deze samenwerking is dat de denkkracht en ook de actie komt vanuit de bewoners zelf. En ik hoef alleen maar te faciliteren. Daar waar ze net niet, ja, waar ik kan bijspringen, doe ik dat. Maar ja, ze doen het feitelijk zelf en dat is heel leuk samenwerken. De eerste keer eigenlijk dat ik met de buurtuin in contact kwam, was via een overleg op het gemeentehuis. Daarin werd ik uitgenodigd om als gebiedsbeheerder even aan te sluiten, omdat er een wens was vanuit enkele bewoners om iets te doen met een stukje openbare ruimte in de gemeente Os. Nou, mijn rol is vanuit de gemeente, ik doe de werfbeheer en van daaruit kwam de vraag of we wat kunnen faciliteren in sommige zaken, zoals grond aanleveren, wat schors, wat hout, wat palen, wat hand- en spandiensten en ja goed, dat hebben we gedaan. Nou, als gemeente hebben we vooral geleerd om los te laten. Ik moet zomaar zeggen, als ik een woord moet bedenken wat heel erg past bij dit project is loslaten. Gewoon als je ziet dat mensen heel enthousiast zijn en toch gewoon heel veel kennis hebben ook van de materie, dan zou je als gemeente Os zijnde zelf vaak het initiatief willen nemen en misschien daarmee wel het draagvlak en juist de daadkracht van de mensen zeg maar plat slaan. Ik denk dat wat hier heel goed gelukt is ook, en dat heeft natuurlijk ook te maken met die gedrevenheid van de initiatiefnemers, is dat we heel goed als gemeente Os zijnde aan de zijlijn hebben gestaan. De succesfactoren zijn dat je in ieder geval een paar mensen hebt die echt de schouders eronder willen zetten, dus de boel willen trekken. Dat je al een soort samenhang in de buurt hebt, dus mensen, een groep mensen die elkaar kennen, dat helpt. Ook gewoon beginnen, dus niet te lang aan de keukentafel met elkaar bedenken hoe het allemaal zou moeten worden, maar gewoon hup, schop in de grond. En dan is het wel belangrijk dat je een toezegging hebt van de grondeigenaar, want ja, dat is het begin. Als je geen grond hebt, dan kun je niet starten. En de gemeente heeft ons niet alleen financieel geholpen, maar ook met materialen. We hebben inmiddels hele goede warme contacten met een aantal gemeenteambtenaren. En wij hoeven soms maar een belletje te doen naar mensen. En de volgende dag liggen al spullen in de tuin waar we behoefte aan hebben. Dus dat is ontzettend fijn. En ik moet ook zeggen dat het beeld van mensen hier in de wijk over de gemeente, dat ontzettend positief is geworden in de tijd dat we hier met die tuin bezig zijn. Dus daar mag de gemeente ook blij mee zijn, denk ik. Ja, het kan zomaar zijn dat we hier binnen 3 maanden weg moeten, want dit is een tijdelijke tuin. Als dat zo is, dan kijken we echt met heel veel plezier terug op een hele mooie tijd. Maar ik voorzie dat het hier nog wel langer mag blijven bestaan, omdat het niet echt concreet is dat hier gebouwd gaat worden. Dus dan betekent dat we hier nog jaren plezier van hebben.
En dat niet alleen, want ja, inmiddels blijkt onze tuin ook een inspiratie te zijn voor andere tuinen. En wat we zien is dat er inmiddels al een aantal anderen gestart zijn in Os. En er kloppen nog steeds mensen bij ons aan die kijken van hoe pakken we dat aan. En ja, ik samen met Erwin zijn eigenlijk de kartrekkers om hier in Os meer van dit soort tuinen van de grond te helpen krijgen.